Het Domplein in Utrecht is één grote schatkamer. Het afgelopen jaar werd er de ene na de andere bijzonder historische vondst gedaan. Bisschoppen, keizers, legionairs, kanunniken, maar ook gewone burgers hebben er allemaal hun sporen achtergelaten. Vanaf deze week kunt u zelf een kijkje onder de grond nemen. Maar voor het zover was, is er heel wat werk verzet. Kijkt u naar de docu Dromen over het Domplein. Het Domplein verandert. Als ik boven op de dom kom, langzaam maar zeker. Even naar beneden. Naar beneden, dan zie ik het oude grafie. Het Veenburg en Mijkseis. En Mijkseis, ja, dat brengt me hart zie open. Mei vorig jaar ontsteekt koningin Beatrix als een van haar allerlaatste officiële daden de nieuwe verlichting in Domtoren, Domplein en Kerk. De verlichting van trajecten Lumen, die het oude hart van Utrecht nieuwe gloed geeft. Zomer vorig jaar. Zo begon het. Het Domplein, een zandvlakte. Goedemiddag allemaal, welkom op het Tandhof. Er staat hekken op het Domplein, bouwhekken. Er is zand te zien. Onder dit zand moet in de diepte een bezoekerscentrum komen dat toegang geeft tot ons verleden. We vieren vanmiddag de start van de bouw van de schatkamer midden op of onder het Domplein. Want u zullen gemerkt hebben dat we deze winter ook niet stil hebben gezeten. En dat kwam omdat er ook kabels en leidingen die dwars over het plein lopen en eigenlijk in de weg zitten voor die schatkamer verlegd moesten worden. En daarin, in dat tracé, kwamen we toch nog hele bijzondere vondsten. En één vondst, die gaan we vandaag presenteren. We vinden het zelf echt een spectaculaire vondst. De vondst onder skeletten van een unieke grafsteen die van een vicarius, ene Bartholomeus Ponk, rond 1390, een man van invloed in het bisdom. Onthulling, persconferentie, feestelijk onthaal. Vandaag is een nieuw begin. En nog iets bijzonders is dat het niet het Rijksmuseum wordt of het gemeentelijk museum, maar dat het particulier initiatief is dat dit project mag realiseren. En dat is bijzonder. De visie van een enkeling, een paar doordouwers erbij, steeds breder steun en iets unieks wordt op stapel gezet. De schep erin. Officiële start van de aanleg van een uniek bezoekerscentrum onder het Domplein. Een lang gekoesterde droom. Dat we eindelijk alle rommels hebben genomen, alle vergunningen zijn binnen. De financiering is rond. We kunnen nu echt aan de start. In 2007 werd al begonnen met de markering van de omtrek van de oude Romeinse vesting. In 2010 openden de initiatiefnemers hun eerste schatkamer vlak naast het Domplein. Eigenlijk is het streven steeds een van die hebben zoveel verborgen geschiedenis, kunnen we die niet zichtbaar maken en toegankelijk maken voor een groot publiek. Dat was de droom. Het toegankelijk en beleefbaar maken van alle geschiedenis die hier verborgen ligt. Een bezoekerscentrum onder het Domplein. Daarvoor was het omzichtig vroeten en spitten van de laatste anderhalf jaar. Een bezoekerscentrum op de plaats van het ooit ingestorte middenschip van de kathedraal. Met maar minieme verstoring van het plein. Een viertal kleine ramen met zicht op toren en Domkerk. Een discrete toegang. Het Domplein, het historisch hart van ons land. Hier stichtte Nederland zichzelf. Hier liggen resten van de gotische kathedraal, de Romaanse kathedraal daarvoor, de eerste kerk van Willebrord. Het is vandaag 30 mei. We zijn bezig met het archeologisch onderzoek voor Schatkamer 2. En in een van de proefputten zijn we gestuit op de ingang van het Principia, het hoofdgebouw van de commandant van het Romeinse kasteel. Daar rechts en links
zie je daar de restanten zitten. En het toeval wil dat met het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima hier deze Romeinen ook aanwezig zijn. En die staan nu eigenlijk op de plek waar ze vroeger ook hebben gestaan. Mooier kan het niet zijn. Tja, dat is toevallig. En het hoogbezoek miste het echte begin. Het slaan van een stalen damband in omwoelde grond. Grond die eerder al was afgegraven. Ja, nu zijn we echt een stap voorwaarts. Dit is vandaag ook, let op, geen slaan. Drukken van de damwand. Silent gliss methode. Stil en hij glijdt erin. Waarbij we voor onszelf zeker wilden weten dat dat helemaal perfect erin gaat. Zonder enig aanraken van archeologische resten. En zonder enige trilling. En het laatste was heel belangrijk. Want het was natuurlijk de terechte zorg van de omgeving. Dus de bus die langskomt maakt meer trillingen als deze machine. Worden voorbereidingen getroffen voor Roze Zaterdag. Wij gaan dus helemaal eraf. Trein gaat dicht, keten eraf, hekken weg. Levert het hele trein weer voor de tweede keer op. En na Roze Zaterdag, maandag, bouwen we het hele trein weer op. En dat was ook een bijzondere prestatie. Diverse malen werd alles weer afgeruimd en afgedekt om plaats te maken voor Utrechts zomermanifestaties. Roze Zaterdag of Monumentendag, om dan met frisse moed opnieuw te beginnen. Na Rozaat komt er een zeer innovatief betondek overheen. Heel dik, 40 centimeter dik. Want er moet een waanzinnige aslast overheen komen in deze stad als voorschrift. In dat dek zitten 6 hele grote sparingen. Als we daarna weer verder gaan, gaan we via die sparingen kamer voor kamer uitgraven. Maar daartussen zit weer een feest. Het laatste feest waar we afspraken over hebben met de stad. En dat is VJ on the Dom en Festival Oude Muziek. Dan moeten hier 10.000 mensen op kudden. Dus weer inpakken, wegwezen en terug. Een andere horde leek nog moeilijker te nemen. Luttele maanden voor de start gaat er nog een groot gat in de financiën. Op de valreep kwam redding van deze organisatie. Gansenmarkt, hele bijzondere plek, de zogenaamde brandweerpanden, hebben we gefinancierd. Daarachter zien we de Willebroderskerk, ook gefinancierd samen met de gemeente Utrecht. De Ubica-panden aan diezelfde ganzenmarkt. In stand houden van historisch bouwwerk, dat is de normale taak van het restauratiefonds. Maar wat doet dat fonds in iets dat helemaal geen restauratie is, maar een opgraving? Dit past helemaal in wat we doen, alleen het is bijzonder. De meesten zullen natuurlijk toch denken het restauratiefonds, een lening voor een ondergrondse activiteit. Nou, en toch de passie van de initiatiefnemers. Het verhaal erachter wat ze ermee wilden bereiken. Dat trof ons ook heel erg. Van, ja, er zit een visie achter, het is een lange termijn planning. En als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, ja, dat is geweldig. Want daardoor wordt het monument ook toegankelijk voor alle inwoners van Utrecht, maar ook van heel Nederland. Particulier initiatief dat financiering rondkrijgt en lange tenen ontziet, dat gaf applaus. Mijn fractie is vol van het doorzettingsvermogen van mensen die ermee bezig geweest zijn. We hebben natuurlijk een monsterklus geklaard om zowel die mensen rondom de archeologie als vanuit de gemeente op een rij te krijgen, bewoners mee te krijgen. En er was nog een bijzonder wapenfeit. Ik ben heel erg blij met het constructieve overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En zonder dat overleg en zonder die medewerking was het een heel stuk moeilijker geweest. In jaren van overleg slaagden de initiatiefnemers erin langzaamaan de machtige hoeders van ons cultureel erfgoed voor hun plan te winnen. De wereld van de archeologie. Ik vind het een fantastisch project en ik denk dat het een van de topattracties wordt op het gebied van de geschiedenis. Het stelt een hele heldere, compacte wijze vertelt de geschiedenis van Nederland. Dan kom je voor de vraag te staan, houden we het in de grond? Want dat is eigenlijk het beleid van de Rijksoverheid, alle cultuur. Of ja, maken we het zichtbaar voor een breed publiek? We zeggen, het blijven maken, zelfs een ondergrondse ruimte is mogelijk. Maar dan op plekken waar al in het verleden verstoringen hebben plaatsgevonden. Ja. Dus eigenlijk slaan we hier 2 vliegen in 1 klap. En de archeologie wordt verteld, plus er wordt zo weinig mogelijk van het originele wat er nog aanwezig is, wordt aangetast.
lopen met 2, soms 3 man tegelijk in de putten. Maar we hebben heel veel maskering van brokken natuursteen, bouwelementen, oude troep, zeg maar. Ja. Het is piepklein spul, het is moeilijk om te vinden. Klein, maar heel fijn. Muntenvondsten. Veel vochten, de een na de ander. De ja, dat de... zo kun je het wel zeggen, ja. De een na de ander, nu al 50. Gouden munt, 700 na Christus. En toen was het Hosanna gevoel wel compleet. Ja. En we vonden ze ook overal. En door de hele put heen. Resultaat van eindeloos geduldig archeologisch zoekwerk. Metaaldetectors, doorspitten en uitwassen van alle grond die uit de groeven komt. We weten over de vroege middeleeuwen in allerlei opzichten zo weinig. Deze vondst is belangrijk. Het zijn kleine gouden muntjes, zo groot als een vingernagel, van ruim een gram. Zeker geen kleingeld, misschien eerder te vergelijken met een biljet van 200 of 500 euro. Er is gouden munt. Deze zijn de meeste nabootsingen in Friesland aan toe. En bij Friesland moet je niet denken aan de tegenwoordige provincie, maar aan ruwweg heel Nederland benoorden de grote rivieren. Magna Frisia wordt wel gezegd. Munten uit het eind van de 7e eeuw, vlak voor de komst van Willebrord. Friese muntjes, nabootsingen van Frankische, maar Fries. Dat roept de vraag op, was Utrecht, wat het toen ook was, voor Willebrord kwam, niet veel meer Fries dan ooit gedacht werd. Hier zit een heel groot deel van de opgraving onder het plastic. Dat houden we ook zo, om het zo vochtig mogelijk te houden. De condities hebben we gewoon nu nodig totdat het helemaal dicht is. Maar hieronder bijvoorbeeld zit nog de toegang tot de grafkelder. En feitelijk is de opgraving die we nu aan het doen zijn, de heropgraving van wat we van gisteren in 1949 heeft gedaan. Maar gelukkig heeft u nog dingen laten zitten voor ons. En gelukkig zijn daar dus allerlei dingen in verborgen gebleven. En wat je hier ziet, het muurwerk van de grafkamer, die loopt nog helemaal hieronder door. Maar wat ook heel bijzonder is, is deze laag. Hier zie je eigenlijk in het profiel van die taartpunt die Van Giffen dus heeft overgelaten, zie je hier de Romeinse weg. Dat was gemaakt van puinmateriaal, met name van dakpanscherven. En gisteren stonden we hier op de kruising van de Via Pretoria en de Via Principalis, die voor het hoofdgebouw langs loopt. En precies, ja, eigenlijk midden op die hoek, daar hebben we gisteren zeg maar het profiel van die weg hieronder aangetroffen. Dus we zagen een oranje laag in het zand. Toen hebben we dat wat schoongeborsteld en nog wat verder vrijgemaakt. En daar stonden we min of meer op de weg, op die Romeinse weg. Maar echt originele Romeinse resten op 4,5 meter diep. Ongelooflijk. Wat zich op het Domplein voltrekt, is een unicum. Is de Rijksdienst altijd de boeman voor bouwers en projectontwikkelaars? Hier wordt steeds nauwer samengewerkt. Het is inderdaad zo dat we in het verleden eigenlijk altijd één ding bovenaan hadden. Dat is beschermen. Zorgen dat het niet meer achteruit gaat. En de reden daarvoor is dat we in Nederland in de afgelopen halve eeuw heel veel gespit hebben, nieuwbouw, woningen, infrastructuur. En veel verloren. En die archeologie is toen heel lang gewoon weggespit, verdwenen weg. Maar hier? Maar hier hebben we toch een beetje een draai gemaakt, zou je kunnen zeggen. Ja, want dit is zo'n bijzondere plek. En er was hier ook een club die zulke goede plannen had om namelijk deze archeologie niet alleen te beschermen, maar ook zichtbaar te maken, beleefbaar te maken. Dat we echt zijn mee gaan denken van hoe kunnen we dat doen en beleefbaar maken. En toch zorgen dat het behouden blijft voor de toekomst. Gaandeweg worden ze zelf ook voetje voor voetje steeds enthousiaster. Nee, maar dat is ook zo. We doen het schuift steeds meer op. Met de stichting zijn we met het instituut zijn we 2005 begonnen. En mochten we de bovenkant van die pijlen daar, mochten we dan een dag, mochten we vrijgraven. Echt de eerste 2 steenlagen. Op voorwaarde dat hij dezelfde dag weer dicht. En als we maar niet dachten dat dat ooit nog een keer zou gebeuren. Dat was in 2006 en nu zijn we 8 jaar verder. Dus de Rijksdienst is ook een enorm stuk opgeschoven. Meer bewust van haar maatschappelijke taak. Dat is echt iets van de laatste jaren. En dat is een hele lastige discussie. Maar met elkaar zijn we nu wel zover dat dit nu kan. Ja, maar dat ging niet zomaar van de een op de andere dag. Want deze club, initiatief Domplein, had redelijk spectaculaire plannen. En daar moesten we ons wel 6 keer achter de oren krabben of we daarin mee zouden gaan. Ja. Maar dat is echt stapje voor stapje gegaan. Ja, we hebben eigenlijk ontdekt dat deze club dat behoud van archeologie ook bovenaan heeft staan. Dat wordt ook, ja, het wordt uitermate zorgvuldig gedaan. Ja, je kunt het beschermen, maar naar de maatschappij toe moet je er ook iets mee doen als het even kan. Begin januari.
Al in zijn eerste ambtsdagen neemt Jan van Zanen als kersvers burgemeester Poolshoogte. De burgemeester, de nieuwe burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, gaat de nieuwe naam van Schatkamer Domplein nu onthullen. Het leeft het Domplein. En dat al vele eeuwen. Ik ben zeer vereerd dat ik nu zo helemaal aan het begin van mijn burgemeesterschap deze historische gebeurtenis mag meemaken. En van zo dichtbij. Mooi, hè? Dam en leuk. Ik ga ervan genieten en ik hoop met mij heel veel andere mensen. Dank u zeer. Ja, dank jullie wel. De burgemeester, en zal daarna het eerste vaartje van het nieuwe bier, het trajectenbier, aanslaan. En daarna hebben we alle uitgenodigd om dat met ons te nuttigen. En er is nog iets wat bijzonder wordt. Hoe laat je deze oude stenen en modderlagen tot de verbeelding spreken? We kunnen dus in één keer van 2012 naar de derde eeuw. Dan kijken we op dezelfde kijkrichting in het Romeinse kastellum. Tussen de barakken rond. Now you just turn around. Oh, you see? And you can jump between the times by hitting these buttons. Op basis van die lijsten die tijd nog overgebleven zijn van wat er toen allemaal gekocht is aan kandelaars en wandtapijt, is zeg maar dit interieur gemaakt van de Romaanse dom, zoals dat eigenlijk de voorganger van de gotische dom. Prachtige digitale reconstructies brengen het verleden opnieuw tot leven. Zo kan het eruit gezien hebben. En uiteindelijk, als we dan op dezelfde plek blijven staan, kunnen we ook nog naar de tijd van Willibrord. En kijken we eigenlijk binnen dat kastellum. Daar stonden hier zijn eerste twee kerken, Kruiskapel en de Salvator. En we zien daar op de achtergrond nog de restanten zeg maar, van dat poortgebouw van het Romeinse kastellum. En ook nog een deel van de boog van hetzelfde hoofdgebouw, wat dan mogelijk blijven staan. Voedsel voor de verbeelding, naast steen en modder van de opgraving. We hebben dus van alle lagen dus de 3D-reconstructie laten maken, zodat mensen zich ook echt een voorstelling bij kunnen maken. Je ziet een steen en hoe dan en wat dan, en kan het publiek dat al begrijpen. Maar met die 3D-modellen proberen we dat eigenlijk weer helemaal tot leven te werken, per tijdslaag. Wat is 3D-modellen? Ik bedoel, zie ik dan dat er een mensje kan? Ja. Kan je als het ware naar de pijlers toe lopen en dan in de Romeinse tijd en dan... En dan hierachter komt ook een plaat met een projectie van dit gebouw. Dus, nou, het leuke is ook dat je hier ook weer die tijdslagen in ziet. Want het hoofdgebouw was oorspronkelijk in hout opgebouwd met een porticus zelfs hiervoor. En als je daar goed kijkt, dan zie je hier een brandlaag zitten. En dat is een brandlaag uit 69 na Christus. En dat is de Bataafse opstand in Nederland. En dat is verbrande klei en houtskool. En dat, die zie je dus in alle castella langs de Limes terugkomen. Want die zijn dus allemaal afgebrand in de tijd. Je moet je voorstellen, dit heeft dus eeuwenlang onder de grond gezeten. Vochtige omstandigheden, geen lichttoetreding. En ineens is het hier open, het klimaat verandert. En dat betekent met name dat allerlei organische resten in de grond, hè, dus... Wat verwijst naar vroeger gebruik, dat die langzamerhand zouden kunnen verdwijnen. Dus eigenlijk is dat voor ons ook een heel interessant object, dit. Omdat we ook een heleboel van die technische vragen, hoe conserveer je dat nou? Ja, die zijn we eigenlijk hier gaan ontwikkelen. Ja, we hebben natuurlijk ook rondgekeken. En we hadden al wat kennis. Maar nu is dat voor ons echt een onderzoeksproject eigenlijk ook geworden. Hoe kun je dit op een goede manier conserveren? Bij de buren is de sprong al eerder gewaagd. In het hart van deze stad een opgraving die wel 10 keer groter is dan die in Utrecht. Volop Romeinse resten. Een Joods ritueel bad uit de 4e eeuw. Keulen.
prachtig voorbeeld hoe het moet en hoe het niet moet. In de 90er jaren wurde auf der Mikve hier eine gläserne Pyramide errichtet, um Besucher einen guten Einblick zu liefern. Es war für die Besucher toll, sie konnten in den Badeschacht hineinschauen. Für das Klima hier in der Mikve war es eine Katastrophe. Okay, hier zie je het weer. Is de licht erop, vochtig, algengroei. Vocht en vorst, licht, algengroei. Gevaren voor archeologische schatten. Ook warmte of droogte als je de boel verwarmt. Keulen kan ervan meepraten. Een großer, mächtiger riss door die gesamte mauer. Als het gaat vriezen, dan zetten ze de heizung aan. De ja, ja, ja. Maar het droogt dus allemaal dus uit. Ja, dan kan je het goed zien. Prachtig profiel, hè? Zie je dat? Ja, al die steenlagen. Onderin zit het klein, kijk. Die droogt dus uit en die verkruimelt, zoals dat heet, onderin. Daar zie je dat gootje als het ware. Zie je dat spoor? Ja. En dat gaat steeds verder. Die klei verdroogt, die verkruimelt en steen gaat instorten. En verinnerweert de hele boel. Verinnerweert de hele boel. Dus wij hebben nu gekozen voor een vochtig klimaat. Dan blijft die klei dus goed. Als klei verdroogt, dan komen er scheuren in, dan heb je kans dat het in gaat storten. Nou, daar moeten we dus eigenlijk een hele andere aanpak voor kiezen dan in Keulen. Namelijk, we moeten het nat houden in plaats van droog. Vandaar die plastic zeilen, want dat gaat hard hoor, als buitenlucht. En dat is ook wel aardig hier. Dit is een project wat eigenlijk heel lang gaat lopen. En dat is niet alleen maar erg, dat geeft ons juist de gelegenheid om gaande de rit allerlei nieuwe dingen te ontdekken, uit te proberen. En het op de beste manier te doen als het mogelijk is. Begin april. De tent is afgebroken. Het dak is bijna klaar. Het plein kan worden ingericht. Er zit dus één van onze drie ogen. Ja. En daarmee kunnen we straks dus licht inbrengen op het moment dat wij licht erin willen hebben. Maar vervolgens kunnen we ook van binnenuit licht naar buiten brengen. En dan kunnen we dus de verbinding maken met het trajectum Lumen. En dan komt de showcontrol van trajectum Lumen, kerk en de toren en onze verlichting en de verlichting van de markering. Op één avond, allemaal tegelijk. Maar wordt dat glas? Of ja, hier zit 7 lagen glas in. Want je moet 60 ton aslast op kunnen. Ja. Was dit er geweest als deze organisatie er niet geweest had? Nou, als ik eerlijk ben, dan denk ik dat we dan geen oplossing vonden hadden. Dit was toch de laatste lied die we konden bedenken. De reddingsboei. De reddingsboei, absoluut, op dat moment, ja. Vanaf dit punt hier, alles helemaal kan laten zien, dit de route zoals je normaal binnenkomt in het donker. Okay. Je hebt een pointer bij je en er zit minimaal licht in het pad. Ik heb het in allerlei fases mogen meemaken, van de eerste gedachte uitgetekend tot de fantastische verhalen van Theo over zijn godwandeling. Ja. En allemaal geweldige, spannende zoektochten naar schatkamers en als je dan hier zo staat. Ik werk al een enige tijd in de monumentenzorg, maar een monument zonder verhaal is geen monument. En hier zitten zoveel verhalen. Dus dat maakt dit monument zo bijzonder. Je kunt het voelen, je kunt het ruiken, je kunt het zien. En dat, ja, dat is voor de beleving geweldig. Heel beeld van 2000 jaar geschiedenis hier opkrijgt. Beamer erachter, beamer ervoor, koptelefoon. Je projecteert het hele beeld hier op. En dat doet u zelf. Want als je binnenkomt met uw familie, waar wij spreken, met uw vrouw en kinderen, dan zie je daar een lichtje en je point daarop en dan komt jouw deel van de film van jouw deel van de geschiedenis van 2000 jaar. Maar als je je dan omdraait, wat zie je dan? Dan zie je de echte archeologie. Ja, want als je jou bijvoorbeeld hier de Bataafse opstand aanraakt, hier, dan zie je hier het verhaal, je hoort het verhaal van de Bataafse opstand, 960 na Christus. Ja. Kijk, dat is die laag. Dit is Romeinen 1, de oorsprong van Utrecht in Nederland. Ja. Dat is zwart. Van de Bataafse opstand. Dus je krijgt te horen film. En op hetzelfde moment krijg je werkelijkheid, originele werk hier wat op ligt. Dus die laag hier, die ligt dan op. Maar hier zie je het verhaal, hier zie je de werkelijkheid. Hier zie je de werkelijkheid. Is dit nou een plek die bijzonder wordt voor de Nederland? Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Dit vertelt wel het verhaal van wat monumentenzorg kan betekenen voor een stad, voor een omgeving. En het vertelt het verhaal van je hebt initiatiefnemers nodig die niet opgeven. Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja.
Je moet door. Dit is dan, je zit in de opgave, ja. Grond. En dan zie je hier straks, daar ligt het eerste skelet wat we gevonden hebben. En wat zie je dan? Zie je ook echt het skelet? Nee, ik mag nu een eerste skelet daar neerleggen. En dat is die bij Donderspronk. Dat is toch echt de Donderspronk, vicaris van de Domkerk, gestorven 1379, die wij gevonden hebben bij de Kamerslijn. Dit hele deel, daar ligt die hele grote grafkamer, dat is de entree, die ligt daarboven. En daar hebben we, die ligt helemaal met skeletten. Maar dat kun je straks wel bekijken. En daar heb ik 3 jaar de tijd. 3 jaar de tijd, daar is nog van alles voor nodig. Ja. En dat wordt de opening 2017. Graven, begraven, tentoonstellen van de middeleeuwse geschiedenis. Dus je staat het langzaam op. Hè? Ja, we hebben dus de opening en dan nog één en nog één. Want doorgaan gaan ze met hun droom. Heel anders dan in Keulen, met nieuwe visie, hoe het verleden weer te doen herleven. Maar de belevingskant, om je werkelijk in zo'n tijdslaag te voelen, daar zijn wij naar gaan zoeken. Wat wij dus verder zeggen, nooit het in één keer weggeven. Je komt hier binnen en je ziet in één keer alles. Dat is voor een minuut of 5, 10 is dat indrukwekkend. Daarna gaat je energie heel snel terug. Dus op het moment dat je dit deel nou uit zou lichten, en de rest nog donker laat. En je gaat van de eerste plek op een spannende manier weer naar de volgende plek. En dan dicht je weer uit. En zo ga je stap voor stap door zo'n opgave en door de verhalen van de tijd heen. Dat is de manier hoe wij denken dat je het nu in deze tijd moet doen. Zo doen wij nu ook Schatkamer 2. U zag de documentaire Dromen over het Domplein. En vanaf deze week kunt u het dus zelf gaan bekijken. Een halve eeuw geleden bestelde de NS heel veel treinen bij Werkspoor in de Utrechtse wijk Zuilen. Bij het bloeiende bedrijf werkten toen meer dan 5000 mensen, maar daarna ging het mis. En in 1972 sloot Werkspoor de poorten. Volgende week zondag in Doku, de geschiedenis van dit roemruchte bedrijf, hier bij RTV Utrecht.